Massa Zielman, CDA. Nou, ik weet niet of er absoluut wat moet veranderen, maar ik denk dat we in ieder geval moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn geweest. En dat is uh, vooral de verandering die in de binnenstad staat, uh, de opgave die we daar nog hebben, het havenblok wat ingevuld moet worden, maar ook de mooie ontwikkelingen die nog op stapel staan. En die moeten we vooral ook uit gaan voeren. Daarnaast moeten we absoluut. ...ook oog blijven houden voor de zwakkeren in de samenleving. Als je beter in gaat zoomen op hoe komen mensen in schulden ...dan zijn vaak ook de, de gemeente is een van de grootste veroorzakers van die schulden. En daar willen we wat gaan doen. We willen de mensen de schulden overnemen. Dat is in heel veel gevallen is dat namelijk goedkoper als de hele procedure doorlopen... ...waaruit op een gegeven moment bijvoorbeeld huisuitzetting bij komt kijken... Schulden overnemen en de mensen op, uh, uh, leren omgaan met geld en zorgen dat ze niet weer in de schulden komen. En dat gaat uh, volgens ons gaat dat op de langere termijn heel veel geld schelen en ook heel veel kopzorgen bij mensen en uh, waardoor mensen beter mee kunnen gaan doen. Uh, zwembad wordt een speerpunt. Daar moet wat mee gebeuren. Is al eerder aangegeven dat het zwembad straks afgeschreven is. Is enorm toe aan renovatie. Wij hebben in het verleden al uh, de wethouder is gevraagd van goh, ga eens in gesprek met uh, collega gemeente om te kijken of je gezamenlijk tot een zwembad kan komen. Wij moeten de komende tijd ingaan zetten op uh, Almelo en stad. Uh, er zijn heel veel beroepen die, uh, waar mensen niet meer voor opgeleid worden. Er is een prognose dat in 2020 er 3000 vacatures in Twente zullen zijn waar mensen niet meer voor te vinden zijn. Daar moeten wij als mbo-staat op in, inspringen. Wij moeten met de ondernemers, met het onderwijs, met de overheid, de drie o's, moeten we in gesprek over hoe we dit gaan tackelen. Er zit heel veel know-how, vooral bij ondernemers en bij de scholen, van hoe we dit kunnen doen. En wij willen daar graag als gemeente ons steentje aan bijdragen. Nou, ik vind eigenlijk wat er moet veranderen is op de manier waarop wij naar Almelo kijken. Uh, wij moeten trots zijn op onze stad en wij moeten ook weer aanleiding geven uh, om trots te kunnen zijn op onze stad. We hebben een vreselijk mooie stad. Ik heb promotiefilmpjes uh, gezien uh, dat als je naar kijkt, denk je wat is onze stad toch eigenlijk fantastisch mooi. Nou, dat heeft dan ook te maken met groen. We moeten zorgen dat Almelo groen blijft. Daar moeten we ook voor blijven uh, vechten. Uh, we moeten ook blijven uh, vechten voor de, voor de boeren uh, in, ons, in ons buitengebied. Uh, waar er steeds minder van uh, zijn omdat die onder druk komen... Aan. Dat zijn allemaal dingen die we de komende vier jaar absoluut moeten blijven volgen.